President Chandrika Persat Santokhi en de Raad van de Vakcentrales in Suriname, RAVAXUR, hebben op woensdag 10 februari overleg gevoerd. Op het kabinet van de president heeft het staatshoofd uitleg gegeven over het kader van economisch herstel. RAVAXUR heeft op haar beurt adviezen uitgebracht en de regering vruchtbare inzichten gegeven. De communicatiedienst Suriname sprak met RAVAXUR-woordvoerder Armand Zunder. Meneer Zunder, de RAVAXUR heeft vandaag een breedvoerig gesprek gehad met de president van de Republiek Suriname. Wat was de aard van het gesprek? Het was de invulling van een overeenkomst die we hadden bereikt de vorige keer. Dus dat de president elke maand een gesprek zou voeren met de RAVAXUR. En hij heeft dus zijn woord gehouden en hij heeft eigenlijk ook overigens, waarbij de vicepresident aanwezig was, aangegeven wat het kader is waarmee de regering nu bezig is. En de essentiële zaken die waren uiteraard de koers en de koersontwikkeling. In de tweede plaats gesprekken die gevoerd worden met het IMF. Het COVID-vraagstuk en de aanpak daarvan. En in de derde plaats het armoedevraagstuk of het vraagstuk van de rechtvaardige inkomensverdeling. Dat waren dus de hoofdpunten die we hebben besproken. Een van de zaken, en zeker in het herstelplan, is de hoge werkloosheid. 22% of misschien zelfs meer. En wij denken meer voor een stabiele economie dat de werkloosheid minder dan 10% moet zijn. Een ander heikelpunt de prijzen en met name de inflatie. Omdat de inflatie eigenlijk steeds ingrijpt in het besteedbaar inkomen van de werkers, maar ook het besteedbaar inkomen van de mensen met met vaste inkomens. We hebben de president ook gewezen dus op het financieringstekort dat in het CHP staat, dus dat is het crisis- en herstelplan, met name in 2021. Daar moet 1,3 miljard, is er een tekort en dat moet worden gefinancierd. Gelukkig is het zo dus dat de projecties uitwijzen dat in 2022 en 2023 het tekort overslaat in een overschot. Nou, dat heeft ze aandacht over met name de financiering daarvan. We hebben dus ook gelijk een afspraak gemaakt voor maandag de 22e om dan diepgaander te gaan praten over het herstelplan, omdat RAVAXUR een tiental op- en aanmerkingen heeft gemaakt over dat plan. En die zullen we dan bespreken met de president en waarschijnlijk ook de vicepresident en nog een aantal ministers erbij. De precondities die zijn namelijk steentjes in de schoen nog van Suriname. Het schijnt dus dat 80% van de maatregelen die Suriname zal of wil nemen voor het gezond maken van de economie, dat die 80% al agreed is met het IMF, maar je weet het, het venijn zit meestal in de staart. En er zijn een aantal zaken waar er nog geen overeenstemming over bestaat. De situatie in Suriname op dit moment is natuurlijk zorgelijk voor de werkende klasse. Met name Ahertori voor COVID heeft veel roet in het eten gegooid. En de inkomens van de werkende mensen, die staan ook onder druk van de inflatie. En wij vinden dan ook dus dat lastenverzwarende maatregelen van het bedrijfsleven, dat de brokkelmans mogen verwachten dat die doorgerekend worden. En dan gaan wij het gelag betalen. Vandaar dus dat wij steeds wijzen op het feit dus dat die inflatie
En met name dus ook het feit dus dat je een parallelmarktkoers hebt die hoger ligt dan de door de centrale bank vastgestelde koers. Dat is ook een vraagstuk dat problematisch is voor die Wrokomangs. Dus we zien het licht in die tunnel, maar we hopen niet dat het een rijdende trein is. En we hopen dus dat het het licht is van welvaart en welzijn in het proces van het komen uit deze crisis waarin we nu zitten.